Koninklijke TenCate is een internationaal opererende onderneming die textieltechnologie combineert met chemische processen en materiaaltechnologie tot materiaalwetenschap, material science. In de afgelopen 10 jaar heeft TenCate haar activiteiten op het gebied van technisch textiel wereldwijd uitgebouwd. Momenteel werken er ruim 4500 mensen. TenCate is als beursgenoteerde onderneming aanwezig in 17 landen. De functionele materialen die TenCate produceert worden toegepast in haar kernmarkten: veiligheid en bescherming, luchtmacht en ruimtevaart, infrastructuur en milieu, sport en recreatie. Denk aan producten als veiligheidsweefsels voor brandweermensen en militairen, geotextiel voor watermanagement en milieubeheer, composiet voor lucht- en ruimtevaart en antiballistiek, maar ook aan kunstgrasvezels voor tal van sporten. TenCate Protective Fabrics ontwikkelt en produceert beschermende en veiligheidsweefsels voor de industrie, dienstverlening, brandweer en defensie. Dat betreft ook vlamwerende textiel voor het maken van racepakken. Niet alleen voor Formule 1-coureurs als Jos Verstappen, maar ook voor het Solar Team Twente. Want hun raceoveralls worden gesponsord door TenCate. Daarnaast ontwikkelt en produceert TenCate Advanced Composites materiaal dat in de lucht- en ruimtevaart wordt toegepast. Dit innovatieve, vederlichte composiet is verwerkt in de body van zowel de Go4 Dakar Auto van Hogeschool Arnhem Nijmegen als in de zonnewagen van Solar Team Twente. De Go4 Dakar Auto zal in 2010 meedoen aan de wereldberoemde Dakar Rally door Zuid-Amerika.